Kai Herinks, hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ik denk dat we een mooie teamprestatie hebben geleverd. Als je ziet dat we nog 50 minuten lang met 10 man moeten strijden, denk ik dat we het goed hebben gedaan. Die rode kaart, ik vond hem toch een beetje zwaar gegeven. Dat hoorde ik ook in de rust, dat die zwaar gegeven was. Was je niet in de buurt dan? Nee, ja, ik vond dat hij nogal hard inkwam van achter. Ik vond het heel raar dat hij geen kaart kreeg. En toen met de VAR erbij hoorde ik dat Jorrit rood kreeg. Dus ik had geen idee waarom. Dan is het jammer dat je dan toch nog 0-0 speelt, want je had ook kansen, waren er nog. Ja, ik denk voor de rode kaart komen we eigenlijk goed in het spel. Creëren wat kansen. Dan valt die rode kaart en dan weet je dat het gewoon lastig voetballen wordt. Wat ik net al zei, ik denk dat we als team goed gestreden hebben. Maar ook de tweede helft vond ik nog een paar kansen. Ja, vielen nog een paar kansen. Alleen je weet dat je die kansen krijgt. Alleen dat ze schaars zijn. En als je hem dan wil pakken, dan heb je weinig kansen om die krijg je dan. Dan moet je maken en dat gebeurde niet. Ik ben persoonlijk als verdediger gewoon heel blij met de nul. Maar het is zo jammer dat je vorige week die goede teamprestatie ook niet vandaag in eigen huis kunt neerzetten. Precies, dat is waar. Natuurlijk voor de wedstrijd ga je ook voor de 3 punten. Alleen je weet toch dat het moeilijk wordt met 10 man. En met 3 wedstrijden in de benen, of de derde wedstrijd nu dan in de benen. Dan wordt het gewoon... Was dat niet zwaar, sorry? Je voelt het wel. Dit is voor ons ook wel weer de eerste keer dat we in de beker en kort programma, dat ga je wel voelen. Ik denk dat we daar goed mee omgegaan zijn. Je mag wel terugkijken op een mooie eerste helft van dit seizoen. Zeker weten, ja. We zijn ook zeer positief. Het is alleen maar goed om nu vooruit te kijken en een mooie tweede helft van het seizoen te draaien. Wat ga je met kerst doen? Ik ga met mijn gezin terug naar Amsterdam. Gewoon even wat rust en dan weer aan de bak.